als begin, onze voortzetting en ons einde. Zij in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zij de troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De schriftlezing voor dit middaguren gemeente vindt uw gewijde aandacht opgetekend in de eerste centrie van Petrus. En daarvan nader het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen 1 Petri 1, zij de schriftlezing voor dit middaguren. Zingen we met elkaar Psalm 27 en daarvan het eerste zangvers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Nee, ik is in de war. Het is het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der boze sloeg aan het woem en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelfs dit rot dat mij benauwd en haat ten voet en viel, omdat het God verlaat. Het eerste vers van Psalm 27.
bijbelsloof met de kerk van Halle of van de 12 die het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon om de Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Niedergedaald ter helle. Ten derde dag weder opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zit de rechterhand Gods, de Almachtige Vaders. Want hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Lees nu de brief van apostel Petrus. En 1 Petrus, het eerste hoofdstuk. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, en uitverkoren naar de voorkennis van God en Vader in de heiligmaking des Geestes, tot de gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot in levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot in onverderfelijke en onbevlekte en onverwelke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, die bereid is om openbaar te worden in de laatste tijd. In welke u verheugt, nu in weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijn door de menerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uw geloofs te veel kostelijker is dan van het goud. Het wel vergaat en door het vuur beproefd wordt. Bevonden wordt te zijn tot in lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Terwijl gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem die niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke de zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de verprofeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige de tijd de geest van Christus, die hen was, beduidde en tevoren getuide, het lijden erop Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Terwijl het waard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienende, ons dienende deze dingen die u nu aan gediend zijn, degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Daarom opschatten de ellenden dat uw verstand, nuchterende zijnde, hoop volkomenlijk op genade die toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt uw gijlieden zelf. Zo wordt gij ook zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En dien gij tot uw vader aanroept degene, die zonder aannemen des persoons oordeelt naar een iegelijks werk. Zo wandelt in de vreze deze tijd uw inwoning. Weet dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandelingen, maar u van de vader overleefd is. Maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar openbaar is in deze laatste tijd om uwentwil, die door hem geloof in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden,
en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, de ongeveinsde broederlijke liefde, zodat elkander vurig lief uit een brein hart. Gij, die wederom geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door de levende en eeuwblijvende woord van God, dat alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als die bloem van het gras. Het gras verdort, en de bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in de eeuwigheid, en is het woord dat onder u verkondigd is. Dus zover, gemeente. Zet de wolse aangevangen godsdienstoefening voort, gemeente. Dan wil ik aan de raad even op Psalm 27. En daarvan het zevende of laatste zangvers. Hoe ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Laatste of zevende vers van Psalm 27. Wij des Heeren aangezichten in den gebede. Als dit niet waar was, Heere, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Wat zou het dan treurig met uw volk op aarde gesteld zijn? Want die tijden hebben ze toch in hun leven dat ze dat uit mogen roepen. God is mijn licht, want in hen is enkel duisternis en afgrond. Maar dan wordt u een licht, een persoonlijke bezittingen. Mogen ze er altijd niet bij leven, toch, Heere, zijn er die tijden dat ze het uit mogen roepen. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Want als er dat niet is, dat geloof, dan vrezen we alles, behalve u den Heere. Ja, hierin gaat die dichter verder, wanneer het geloof zich komt openbaren, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Er zou er niet eentje van uw volk meer op aarde zijn. Ze zouden in waarheid vergaan, in een smart en een rouw, in alle aanvechtingen die ze hier op aarde hebben mede te maken, te ervaren en te ondervinden. En dan is dat juist zo groot, dat wij die u de rug hebben toegekeerd, in Adam voor eeuwig van uw afscheid genomen hebt, dat u nou meer belang hebt bij onze zaligheid en onze bekering, dan dat we er zelf een belang bij hebben. Maar nochtans, Heere, wilt u uit vrije genade ons het licht en de leiding van uw heilige geest niet onthouden. Want daar waar de geest ontbreekt, daar is het dood, Heere. Daar is het dor, daar is het dogmatiek, daar is het de letter is het die dood, maar de geest is het die levend maakt. En ik weet het, Heere, wij bedroeven die geest zo telke malen maar weer, zodat die menigmaal van ons moet vertrekken. Zoals ook menigmaal, Heere, wanneer we kind zijn, maar ook zo menigmaal onze ouders bedroeven door onze daden, door onze wandaden, door onze misdaden. Zo bedroeven we ook menigmaal u na onze bekering en na onze ontvangene genade. Ach, dan moet die geest, die moet zich terugtrekken. En dan worden we aan onze eigen geest worden we overgegeven. En ons eigen geest is een fariseese geest, die niet anders op het oog heeft dan zichzelf. En uw geest werkt een tollenaarsgeest en een tollenaarsgestalte. En dat hebben we nou niet, Heere. We kunnen het ook niet maken. En het is maar goed dat we het niet maken kunnen. Ach, Heere, er zijn wel mensen die dat proberen. En het lijkt nog wel een beetje aanneembaar. Ja, er zijn zelfs kinderen Gods die er nog in geloven. Maar later komt toch openbaar dat een tollenaarsgestalte wat anders is dan met Esau tranen schrijen. Want een tollenaarsgestalte, Heere, dat is een verbroken hart en een verslagen geest. En dat hebben we nou zo nodig. Ach, wil die fariseese geest het toch voortdurend onderleggen. En die fariseese geest geen heerschappij over ons laten voeren. Ook aan deze avond niet, omdat de fariseese geest een heerszuchtige geest is. Een liefdeloze geest, Heere, dat heeft een fariseese geest. En als die ons behept en als die in ons levend is, dan, Heere, dan houden we een heerszuchtige prediking. En dan houden we ook niet anders dan een liefdeloze prediking, waar de liefde van Christus totaal in gemist is en gemist wordt. Want die liefde is niet om elkander te gronden op valse gronden, maar dat is niet anders dan valse liefde en eigen liefde.
maar de liefde van Christus is, Heere. Wij bidden u van Christi wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Wij dan wetende, de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Ach, dat uw geest dan ook vanavond ons aan mocht gorden, niet alleen in het spreken, maar ook in het horen. Werk en woon nog eens met uw geest in de harten der gemeente, van jongen en van ouden. Ach Heer, het is ook zo'n donkere tijd waarin we leven. Ja Heer, alles is erop uit om de blanke jeugd te vernietigen en zoveel mogelijk weg te verderven met allerlei God onterende middelen. Ach Heere, en het grootste God onterende middel, dat is de zonde, waar we alle mee vergiftigd zijn. Ontdek onze jonge mensen nog eens aan dat ontzaglijke vergif, namelijk het vergif der zonde, dat alles met zich medegebracht heeft. Ach, geef nog die ontdekkende bediening des Heiligen Geestes. Wil ook gedenken, Heere, aan uw volk en aan uw dienstknechten, waar ze zich ook mogen bevinden, die in gevangenissen zuchten, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Wil u ze staande houden, Heere, in het strijdperk van dit leven. Wil u ze gedenken, Heere, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, die in uw koninkrijk werkzaam zijn, op eenzame zendingsposten of waar dan ook, breek het rijk der duisternis af en bouw uw koninkrijk, o gezegende koning der koningen en heren der heren, wel aangevochtenen en bestredene zielen, nog genadiglijk nabij zijn. Ja, heren, ach, dat ook het laatste gedeelte wat we gezongen hebben aan een vervuld mogen worden. God vruchten schaar ootmoed. Hij is de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op den Heere, dat we dit in ons leven mogen beoefenen. Al is het dan soms een wachten, vol angst en zorgen, met de kerk van de oude dag, mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de nieren dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, want gij houdt er toch altijd maar een wachtend volk op na, heren, en een verwachtend volk. Hoor en verhoor, verzoen en vergeef alle zonden, alle dwaasheden, alle ongerechtigheden, wat ons aankleeft, en dat allerdierbaarste en allerheiligste en gezegendste middelaarsbloed van uw gezegende Heer Jezus. Want ons bloed baart de dood, maar uw bloed baart het leven. Onze gerechtigheid baart de dood, uw gerechtigheid baart het leven. Wilt u dan dat leven in onze zielen doen baren door uw aangebrachte gerechtigheid, o heerlijke koning der koningen en heren der heren. Amen. Zondag 1 gemeente van den Heidelberger Catechismus zei de stof tot overdenking voor dit namiddaguren. En in zondag 1, daar wordt ons gevraagd in vraag 1, wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Antwoord: dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlast heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waaraan hij mij ook door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En een voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, dat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van alle mijn zonden verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En we stellen dan boven deze predikatie gemeente de enige troost in leven en sterven. We overdenken dan 3 gedachten. Ten eerste een heilige wetenschap. Ten tweede een heilige verzekering. En ten derde een heilige grootheid. Dus de enige troost in leven en sterven. Een heilige wetenschap. Een heilige verzekering. Een heilige grootheid. En dan de grondslag voor ons catechetisch onderwijs vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Petri 1, vers 18 en 19. Wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlast zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Maar voor we daartoe overgaan, gemeente, stellen we in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En dan zingen we ondertussen op Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor het wasbevlek voor het heilige oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wie dit mag gebeuren, dat God naar rechten niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveins gemoed geen snoord bedrag, maar blank oprechtheid voet. Derde vers bekend, o Heere, aan uw oprechte zonden, verborgen geen kwaad er in mijn werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad, geen naam die gunstig weg. Die zal tot u er ieder van de vromen in vinden stijt, nood moet smekend komen, een zeven ramp mocht met haar golven slaan, hoe hoog ze ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 1 en 3 van Psalm 32. Thank you.
Wat een heilige wetenschap, gemeente, spreekt hier uit zondag 1. U kunt toch wel nagaan dat wanneer er mensen zeggen, iedereen komt zover niet, dat het toch een bedriegelijke grond is voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Toen ik dit nog wat nader overdacht, ook vanmiddag, toen moest ik zo denken dat Naomi uit Moab gaat en met zich meeneemt twee schoondochters. En aan de grenzen gekomen zijnde, dan stuurt ze ze terug. En zelfs zo sterk dat ze zegt, ach, indien ik hete nacht, zegt ze, nog zonen zouden baren, zoudt gij daar naar wachten? En wat lezen we dan? Zoudt gij daar naar wachten? Toen dacht Orpa, dat is ook inderdaad zo. Dus die was Naomi gevolgd, om wat bij bedoelen, maar niet om de kennis van de God van Israël. En ze ging terug. En dan lezen we even later, en Rut kleefde haar aan. Gemeente, elke ziel die waarachtig door den hemel wordt bearbeid, zal inderdaad staan naar hetgeen waar Rut naar stond. Want we lezen en Rut kleefde haar aan. Want zij wenste die God van Israël, waar Naomi in Moab zoveel van gesproken heeft, daar te leren kennen. Want God was niet anders te kennen dan in Israël, want het kwam de Heere zich te openbaren in allerlei de erediensten en de offeranden. En zou nu een zondaar die van dood levend is gemaakt, zou die nu genoegen nemen met, nou ja, iedereen komt zover niet? Kijk, gemeente, in het leven van Rut kwam openbaar dat ze een levend gemaakte zondares was. En daarom stond naar de berachtige kennis Gods in Christus Jezus. Toen nog komende onder de schaduwen. En zo zal het ook zijn, gemeente, met de mens die waarachtig levend gemaakt is. Die zal de meerdere en de nadere kennis van de gerechtigheid Gods in Christus Jezus willen leren kennen. Niet buiten het rechtdom, hoor. Niet buiten het rechtdom. Maar vrome mensen praten altijd maar om het rechtgoos heen. Verdam rechtdom. Praten er altijd maar omheen. Ze kunt natuurlijk niet weggooien, maar ze praten er wel omheen. Want uiteindelijk moet men er niks van hebben. Maar gemeente, als we een heilige wetenschap met de afstellers van de Heidelberger catechismus leren kennen, zullen we ook op een heilige grond moeten staan. En wat is die heilige grond? Die heilige grond is niemand minder dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de heilige grond waarop de ganse kerk staat, rust en wandelt. En daarom vloeit daaruit voort een heilige wetenschap. Want wanneer een ziel niet op die heilige grond staat, dan zullen ze ook inderdaad niet naar die heilige wetenschap staan. Wanneer de Heidelberger catechismus in zondag 1 mee begint. En die zullen ook niet zeggen, zoals er tegenwoordig al ethische predikanten zijn, die zeggen, je wordt eerst verlost en daarna kom je in de ellende en daarna krijg je onderkennis. En dan beroepen ze op zondag 1. Zeggen ze, want die begint ook met de verlossing. En dan komt die pas met de ellende en dan ben geleerde heer. Dat wil zeggen, op school geleerd, niet van God geleerd. Want wie van God geleerd is, gemeente, die leert de catechismus anders verstaan. Dat is het bij heilige grond vandaan beginnen en dan later gaan vragen hoe ben je eraan gekomen.
Want kijk gemeente, er zijn wel vele mensen die belijden dat Jezus Christus een Heere is. En die belijden dat ze de Heer Jezus hebben in hun leven. Maar vraag nou eens verder naar de grond. En ga nou eens verder vragen hoe ze eraan gekomen zijn. En dat is de catechismus. Ik neem even deze inleiding gemeente. Maar in dezezelfde zondag, daar wordt vanuit de heilige wetenschap gesproken. Maar in diezelfde zondag wordt ook gevraagd hoe ze eraan gekomen zijn. Dat is nog net een stuk waar het om draait. Want gemeente, Gods kinderen weten hoe ze eraan gekomen zijn. Denk erom. Ondanks alle wankelingen die er in hun leven plaatsgrijpt, zijn er toch, we hebben daar net gezongen, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven, en we hebben gezongen, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? En dat fundament, zielen, dat moet je hebben. Dat is een heilig moeten. Denk erom. En zolang je dat niet hebt, neem er geen genoegen mee. Want luister, het is zulke een heerlijke taal en het is zulke een heerlijke en vaste grond in wetenschap. Want al wat er aan je slingert en al wat er aan je trekt, je blijft altijd, word je maar weer op die heilige grond teruggeworpen. Ach gemeente, hoeveel malen heeft God mij niet weer teruggeworpen naar die heilige grond waar die driehoofdige vijand mij voortdurend af komt te werpen, dagelijks maar weer. Maar iedere keer werpt God je weer terug op die heilige grond. En dat is, wat is uw enige troost, beiden in leven en in sterven. Dus hier staat niet, wat is uw enige troost in het sterven. Maar dat willen ook nog velen. Die willen net als Biliam. Die willen wel de dood eens oprecht sterven. Maar ze willen de dood, het leven van de rechtvaardigen niet leven. Maar daar is een strijd. Dat hebben we verleden week zondagmorgen gezien. Hebben we vanmorgen gezien dat de poort eng is. En niet dat het leven leidt. Nee, dat willen velen. Velen willen wel als ze sterven. Natuurlijk ga ik naar Jezus. Natuurlijk ga ik naar de hemel. Maar gemeente, gaat ook de hemelzoekers op na. Denk er maar, jongens, meisjes, God houdt er geen hemelzoekers op na. Die hemelzoekers, die hebben allemaal onheilige grond. Denk er dan. Want de heilige grond is geen hemelzoeker, maar het is God zoeken. En ik zal hier in de catechismus uitkomen. Niet alleen op het sterven, maar ook in het leven. Beide in leven en in sterven. Denk er dan. Hier in het leven. Maar dan in de sterven. En daarom laat u nooit aan de tuin leiden. Dat wanneer u straks op uw sterfbed, als u tenminste nog een sterfbed krijgt. En geeft u in uw leven die zaligmaker niet leren kennen. Een enkele uitzondering daar verlaten, want die ene moeder is een uitzondering. Dat die andere verworpen is, wordt niet over gepraat. Maar dan wordt er nog gauw een Jezusje aangeleund. Hoeveel zielen gaan daar niet mee bedrogen eeuwigen in. En met een valse rust leggen ze zich op het sterfbed neer. Ja dominee, dat geloof ik hoor, dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Klaar. Maar wat zal de hel straks wat opleveren. De eeuwige verwijten die deze zielen tegen deze leraars zullen doen. Nou halen ze het vuur uit je ogen. Als ze zegt, het zijn valse profeten. Maar straks zullen ze die leraars in de ogen grijpen. En de rampzaligheid. Waarom heb je het niet gezegd? Want de verdoemelijke schuld van Adam zal voor de verlorenen aan een eeuwigheid aankleven. Schuld als schuld. Denk niet dat in de rampzaligheid één ooit de schuld naar zich toe zal halen. Nooit af te nemen. Altijd maar de verdoemelijke Adam schuld afschuiven. En afschuiven op die leraars. En omdat ik dat weet, gemeente, dat God me dat 2 maal in de trein getoond heeft. Eerst in de trein van de helder in Amsterdam, jaren geleden. En naar Rotterdam. En toen later van Leerdam naar Rotterdam. En daarom weet ik wat het straks zal wezen. Ik heb de verwijtingen gehoord in de geest.
van de zielen die verloren zijn gegaan. En daarom is het zo ontzettend, gemeente. We kunnen hier dan beter de tegenkantingen krijgen. Ze kunnen beter hier het vuur uit je ogen halen, weg met die vent. Als dat is je straks in de rampzaligheid eeuwig zullen verwijten. Man, je hebt ons de rechte leer niet verkondigd. Man, dit te breed en dat te lang. En daarom, gemeente, hoop ik die vaste grondslag en dat die heilige wetenschap, hoop ik u te leren dat ge daarnaar moet staan en met geen minder genoegen nemen. Wat is uw enige troost? Blijven in leven en sterven. Niet iedereen komt zover niet, want daar zit geen troost in. Op geen enkele manier. Daar zit enkel valse gerustheid in. En anders niet. En dan zegt hij dat mijn antwoord, dat ik met lichaam en ziel, buiten in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Daaruit. En daaruit de heilige wetenschap, dat ik met lichaam en ziel, want achter zijn er zoveel gemeenten, die alleen maar zeggen, nou ja, alleen maar die ziel. Ik ben naar mijn ziel gekocht en met mijn lichaam dien ik de zonde. Nee, gemeente, dat hebben de opstellers van de Heidelberger niet op het oog. Op geen enkele manier. Het is geen katimesis hoor, zoals er iemand tegen me zei. Maar het is een kat die goed weet waar het over gaat. Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en in sterven. Dus de Heere koopt zijn kerk. Met lichaam en ziel. Ook dat lichaam dat daar verrot in de aarde, ja. Ook dat lichaam dat verrot in de aarde. Ook dat lichaam dat tot stof zal wederkeren. Dat is gekocht. Dat is gekocht stof, gemeente. Denk erom. Heeft de Heer hem jaren geleden op het graf van mijn schoonmoeder opgemaakt. Dat is gekocht. Door het dierbare bloed. Ook dat stof. Waar misschien de mensen overheen zullen lopen. Maar dat stof is gekocht door dat dierbare bloed. Die lichaam en die ziel, die zijn tezamen, beiden, in leven en in sterven, zijn ze gekocht. En nu mag, wanneer het sterven komt, mogen ziel en lichaam een ogenblik van elkander verwijderd worden. En mogen lichaam en ziel elkander goede nacht kussen tot de jongste dag. Maar ze komen eenmaal, komen ze weer bij elkander. En eenmaal worden ziel en lichaam, worden weer met elkander verenigd. Dus daarom beiden, in leven en in sterven, denk erom, ben ik het eigendom van Jezus Christus. Dat deze heilige wetenschap gaat hier de catechismus klaar tentoonspreiden. Tegenover alle valse, God onteerende dingen. Dus dat is mijn enige troost, want er zijn zoveel valse troosten in dit leven. Maar er blijft maar ene troost over voor zere kinderen. En dat is dit. En daarom, als de zere kinderen voornamelijk het geoefende valk des Heren horen, weet je wat ze dan zeggen? Mijn hele bekering kan hier precies op het puntje van mijn navel. Dat is nou net die enige troost, maar dat is net alles. Ach mensen, dan heb je nog zoveel in dit leven. En dan heb je, ik weet niet wat voor troosten. En je mist die enige troost in leven en in sterven. Dan mis je alles. Dan mis je nou net alles. En troost, gemeente, wanneer is dat nodig? Dag wanneer er verdriet is. Kijk, en daar hij het verderf van onze dagen. Nou wordt het in jubelen christendom. Nou, bij een jubelend christendom is je troost nodig. Ik heb u meer dan eens gezegd, als ik op een bruiloft kom, en ik kom dan naar voren en zijn mensen, dan kom ik een beetje over troost praten, dan zullen ze zeggen, man, loop alsjeblieft, je hebt een molletje. Mijn enige troost, dus in het verdriet van dit ellendige leven, is dit mijn enige troost, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Dus mijn enige troost in het verdriet, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. En de enige troost in leven en in sterven,
dat als ik door die enge poort heen ga hier op aarde en straks door die enge poort des doods heen moet, dan is dat mijn enigste troost in al mijn verdriet welke ik hier op aarde moet meesjouwen. En al mijn verdriet welke mijn aanklampt hier in het leven. Maar als er ooit een volk op aarde is gemeente en aangeklampt wordt met verdriet, dan is het wel zeer kinderen. Is het dan niet aan de buitenkant, dan is het wel aan de binnenkant. En dan zegt hij, nou is dit mijn enige troost in leven en in sterven. Dus ik weet waar ik naartoe kan in mijn leed. Ik weet waar ik naartoe kan in mijn verdriet. Ik weet waar ik naartoe kan in mijn hoogste aanvechtingen. Ik weet waar ik heen kan om de waarachtige en de enige troost te vinden. Want alle andere troost is waardeloos. Waardeloos. Absoluut waardeloos. Alle troost, buiten die enige troost dan, is waardeloos. Zal ik u bewijzen. Zal ik u bewijzen. Dus u komt in verdriet. Ja, zo'n onzaggelijk verdriet dat het eind er van weg is. En dan komt een vriend of een vriendin of een bekende die komt je troosten. We lezen nadrukkelijk dat de vrienden van Job kwamen om Job te troosten. Ze hebben hem niet getroost, maar ze hebben hem getergd. Waarom? Omdat Job een kind van God was. Daarom werd de troost van zijn vrienden een terging. En zo is menigmaal de troost van de vrienden voor zere kinderen menigmaal een terging. Gemeente. Omdat ze niet met die enige troost kwamen. Die drie vrienden van jou kwamen niet met die enige troost. Nee, die kwamen te snuffelen of er nog een verborgen zonde was. Begrijpt u? En ze kwamen om te troosten. Maar gemeente, als je dan geen kind van God bent, dan laat je natuurlijk troosten. Wat mensen troost is soms zoet. En is soms aangenaam. Maar wat heb je eraan in het leven? Want het kan je verdriet niet wegnemen. Ach gemeente, ik zal het klaar en duidelijk stellen. Er was zo'n zoon van 23 jaar van de tafel van mijn schoolmoeder afgenomen, verdronk. Van 23 jaar oud, pas getrouwd. En zijn vrouw pas in zwangerschap. En weet u, nou kwam die enige troost. En je hebt de jongen begraven, komt maat God met me groot. Verhoogd, verblijd met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. Ze zeggen, zo purk, nou is het Dirkie van Hand ook al in het oog geslagen. Ze zeggen, mensen, het is me niet in het oog geslagen. Ik ben mijn God, mijn zoon aan God kwijtgeraakt, wat hij ermee doet, doet hij ermee. Kijk, dat is die enige troost. Ach, gemeente, ik ben onder dat geoefende volk, dus hierin ben ik opgevoed. En daarom kan ik deze smoesjes niet verdragen van onze dagen, van dit te breken, dat te lang. Er is enige troost, dat heb ik bij de anderen van Gods kinderen gezien. En ik heb er in mijn eigen leven meer dan eens ontdekt en gewaar geworden. Wat voor verdriet dat er dan ook in het leven plaats grijpt. Dan kan dat alleen maar de enige troost wezen. Beide in leven en in sterven, dat is niet mijn, maar van een ander. Maar mijn getrouwen zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Dus een kind van God is niet het eigendom van zichzelf. Dat denken ze vaak. Ach, hoe vaak verliezen ze het uit het oog dat ze duur gekocht zijn. Vaak verliezen ze het uit het oog dat ze het eigendom van een ander zijn. Namelijk van die gezegende koning. Ze zijn niet het eigendom van zichzelf. Ze zijn ook niet het eigendom van de Satan. Daarom verlasten ze ook altijd uit de tirannie van de Satan. Hoe de Satan dan ook op een woed. En hoe de Satan dan ook op een buldert. De zaligmaker staat voor en in. En komt ze voortdurend te verlossen en te bevrijden. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomenlijk betaalde. En dan zegt Petrus van wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar hoor nou eens even.
Wat is nou toch eigenlijk dat bloed van Christus? Is dat voor u een probleem? Nou, dat behoeft voor u geen probleem te zijn. Als u een klein beetje weet waarom dat u bloed in uw aderen heeft, dan zult u ook weten waarom dat we door bloed gewassen en gereinigd en geheiligd moeten worden. Want als uw bloed in uw aderen ophoudt met stromen, dan bent u er niet meer. Als u aan bloedarmoede leidt, niet waar? Tegenwoordig, vroeger stierven de mensen dan, tegenwoordig hebben we bloedtransfusiedienst, maar hebben we bloedziekte, dan helpt ook de transfusiedienst niet meer. Waar? En we kunnen zonder bloed, kunnen we niet leven in de natuur. Dus zo heeft de Heere Christus zijn bloed gestart om zijn kerk levend te maken, maar ook levend te houden. Levend te houden. Hij maakt ze niet alleen levend, maar hij houdt ze ook levend. Daar staat zijn bloed voor in. En nu weet ik wel, gemeente, ach, er kunnen hier op aarde zoveel storenissen zijn. En de stromingen van het bloed, ik bedoel ook in de natuur. Zo kunnen er ook zoveel storingen zijn in de toepassing van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat er zo ontzettend veel storingen zijn. Maar nochtans gaat het door, want Christi bloed is volkomen. En die gaat door alle storingen en over alle storingen heen. Waarom? Omdat de kracht des geestes erachter zit. Als er geen kracht meer achter ons bloed is, dan gaan we op bed leggen en dan voelen we ons moe. En dan zeggen we, nee, ik kan niks meer beginnen. En die waarde zit er geen kracht meer achter. Maar dat bloed van Christus, daar zit de kracht van de bediening des Heilige Geestes staat erachter. Daarom zegt Paulus, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan zegt hij, en die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomenlijk betaalt. Volkomenlijk. Dan moet je eens goed horen, gemeente. Er staat niet die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Dat is de valse godsdienst. Valse godsdienst. Heer Jezus heeft voor mij zijn bloed gegeven. Heer Jezus heeft voor mij zijn bloed gestort. En daarom ben ik een kind van God. O gemeente, ik zou er wel eens bij willen wijzen hoe er straks die nieuwe catechismus in Nederland uitziet. Wat zal die de verdraaid en krom eruit zien? Wat zal in zijn gezicht van de opstelling van de Heidelbergse catechismus verloren hebben? Zoals ik hoorde, zijn ze ermee bezig. Want de godsdienstige troep van onze dagen, die schaamt zich nergens meer voor. Want alles moet ingesteld worden op die communistische godsdienst van onze dagen. Het is misschien een beetje scherp wat ik zeg, maar het is de waarheid. Maar kijk, hier staat hij met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomenlijk betaald. Iedere keer maar weer. Iedere keer maar weer. Valse godsdienst, die heeft dat bloed niet meer nodig. Ze zeggen, die heeft voor ons betaald, de Heer Jezus, en al leven wij ons in de wereld en dan doen wij wat wij willen. Maar ah, gemeente, de kerk van God is aan zoveel ziekten onderhevig. En aan zoveel kwalen onderhevig. Ik bedoel geestelijk. Ik bedoel even geestelijk, ik bedoel nou niet natuurlijk, ik bedoel even geestelijk, en zoveel kwalen en ziekten onderhevig. En dan moeten ze iedere keer, moeten ze maar weer nieuw bloed hebben. Daarom staat er nadrukkelijk die voor alle mijn zonden volkomenlijk betaald. Wordt dit heeft, dat blijft weg. Dat blijft weg. Oh, wat hebben de opstellers van de catechismus een licht van boven gehad. Want als er stond, die voor alle mijn zonden volkomenlijk betaald heeft, ja, dan is de valse godsdienst gelijk. Dan heeft de Heer Jezus voor ons betaald, mensen, en leeft nou maar vrolijk en prachtig straks, hij toch naar de hemel. Is waar? Nee. Want tegen het God onterende Rome, die valse troep van Rome, en de opstellers van de catechismus hebben daar die catechismus voor opgesteld. Die ook die goddeloze leer had, dat al wat aan die kerk hoorde, daar had Jezus voor betaald. En dan moest je iedere keer maar bij de mensen en bij de pausjes onderbeleiden enzovoort. En dan kwam dat in orde. En vandaar, gemeente, dat ze met recht de woordenkeus gewogen hebben. Want gemeente, diegenen die de Bijbel in Nederland nu vertaald hebben, die hebben elk woord niet gewogen hoor.
Zoals de Statenvertalers, die hebben elk woord hebben ze gebogen. Als het uit de Hebreeuwse en in de Griekse grondtekst tot hen kwam, gingen ze elk woord wegen. Want waarom? Omdat ze wisten dat er daarna geslachten in lezen zouden. Dat als ze het verkeerd zouden vertalen, dat het, dat het door hun schuld was, als de zielen dan bedrogen uitkwamen en ze kwamen te beroepen op de vertaling van hun Bijbel. Staat er in onze Bijbel? Gemeente. En zo is het ook met afstellers van de catechismus. Ze hebben elk woord hebben ze gebogen. En ook al die door Gods geest geleid worden, die wegen elk woord, die niet door Gods geest geleid worden, die wegen elk woord niet, gemeente. Maar die houden met de ernst houden ze rekening dat elk woord gebogen moet worden. Want dat uit een verkeerde neerzetting van een voorzetsel of een achtervoegsel, dat daardoor een mens zich bedriegen kan voor een eeuwigheid. Het gaat zomaar niet, gemeente. De duivel wil drommels goed. En dat er in de vertaling zo ontzettend veel te doen is. En daarom zegt hij voor alle mijn zonden volkomenlijk betaald. En luister, nou komt het woordje in heeft. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Kijk, dat is het woordje in heeft. En vraag dat nou eens aan het neo-christendom. Hoe ben je uit de heerschappij des duivels verlost? Hoe is dat nou gebeurd? Hoe is dat nou gebeurd? Hoe is dat nou gebeurd? De Heer Jezus heeft dat voor me betaald. Gemeente, luister eens goed. Er zijn zwakgelovigen en er zijn sterkgelovigen. Dus de een kan dat in een helderder mate naar voren brengen dan een ander. Maar de apostel Peter zegt ergens, hij zegt, wanneer ze je nou rekenschap afvragen, aangaande de hoop die in u is, doe dat dan met zachtmoedigheid, met vrezen en beven. Dus als er dan gevraagd wordt, hoe heeft de Heer je uit de heerschappij des duivels verlost, dan zullen ze dat vertellen. Al zou de geest des Heren er niet in zitten, want die zit er altijd niet in. Denk erom. Maar dan zullen ze vertellen hoe de Heren ze uit de klauwen en de heerschappij des duivels verlost. Er staat niet dat ze van de duivel verlost zijn. Dat staat er niet. Nee, van de heerschappij des duivels. Dat wil zeggen, onder zijn macht. Hij had de heerschappij. Hij had het in zijn handen en hij was baas over die. Dus er staat niet die u van de duivel verlost heeft. Maar zolang de kerk van God hier op aarde is, zullen ze met de hel te doen krijgen. Dagelijks maar weer. Dan op de ene manier en dan op de andere manier. Dan op een ongelachtige manier en dan op een openbare manier. Maar zullen ze altijd met de duivel te doen krijgen. Wat hebt de opstellers van de catechismus het woord voor woord weer gewogen en herwogen en mij uit. Alle heerschappij. Dus er staat niet in mij van den duivel. Verlost is, maar van alle heerschappij des duivels. Zo was ik eens op een kerkelijke vergadering, jaren geleden. Dan zegt er iemand tegen de voorzitter: dominee, ze was een scheuring plaatsgegrepen. We zijn van de duivel verlost. Weet je wat die dominee toen zei? Hij zei, was dat maar waar, jongen. Was dat maar waar, was dat maar waar, dat we van de duivel verlost zijn. Nee, jongen, je bent absoluut abuis, absoluut ernaast. Want waarom? Wel van de heerschappij, maar niet van de duivel. Waar kreeg het antwoord? Dat die man op zijn uitdrukking deed en kreeg. En mij uit alle. Dus alle heerschappij, niet een bepaalde heerschappij, uit alle heerschappij. Hij zal nooit geen heerschappij meer over de kerk van God uit kunnen oefenen. Waarom niet mogen? Want waarom, gemeente? Daar staan beelden genoeg van over in de Bijbel. Hoe die de kerk van God kan tergen.
Maar dat uiteindelijk God zegt, wacht even, tot hiertoe. En niet verder. En mij uit alle heerschappij de duivel als dit. Al zo bewaard, dat zonder de wil, mijn hemelse vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat gaat nou, is dat nou niet een beetje belachelijk? Dat zonder zijn wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Nee, dit is dat kinderlijke toevoorzicht. Dat is dat kinderlijke vertrouwen dat hier spreekt, gemeente. Dat hij nog net de hele zaak, en dat is die heilige wetenschap die ze hadden en die ook Gods kind hier nog mag hebben. Die heilige wetenschap. Dit ontzaglijke, dat zonder de wil, mijn hemelse vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dus dat zal nooit kunnen. Dit wordt als een beeld genomen, gemeente. We moeten nooit dit letterlijk nemen. Denk erom. Hier wordt het beeld genomen, dat zonder die wil een aardje niet waar. Ach, hoe licht valt het uit? Hoe licht valt het uit? Nou, zegt de catechismus, dat nou zonder die wil van die hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zo teder komt de catechismus dat hier naar voren te brengen. En zulke ontzaglijke heilige wetenschap, wat er ook in mijn leven gebeurt, wat er ook in mijn leven plaatsgrijpt, al vloekt het tegen mijn vlees in, al wil ik het niet bekijken en al kan ik het niet bekijken, toch zonder zijn wil zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Dat is wat. Dat is wat, gemeente. Kijk, van waarom? Ze zijn het eigendom van een ander, dan gaat ze God regeren. Zoals ik meer dan eens gezegd heb, David zei van ja, God zegt nee. Kijk daar wat van in je leven, dat God je regeert. Dat God zegt, kijk eens even jongen, je hebt dat nou allemaal wel goed voor elkaar en uitgestuurd, maar stop, daar wil ik niks van weten. Klaar, zonder die wil van mijn hemelse vader zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Ach gemeente, zal eens een voorbeeld nemen. Hoe Gods kinderen kunnen doen. Je ziet daar een jongen. Of een meisje, zie je daar iets moois bouwen. Waar op de grond, ze zijn met een bouwdoos of blokkendoos of wat dan ook, zijn ze bezig. Nou, en op een gegeven moment, waar komt er een van broers en zusjes erbij, die schopt die hele boel ondersteboven. En dat kind, dat schreeuwt tot en met. En waar gaat het naartoe? Naar moeder en naar vader. Die waar. En dan gaat zonder de wil van mijn hemelse vader, zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Nu kan dat volk schreeuwen dat dit ondersteboven is of dat ondersteboven legt. Maar ze komen weer bij de Heere terecht, want zonder zijn wil gebeurt er niks. Ja, het is zelfs zo dat de Heere het opgebouwde van zijn kinderen zelf menigmaal ondersteboven gaat schoppen. Menigmaal zelf ondersteboven gaat schoppen en zeggen dat wil ik niet, want dat legt tegen je zaligheid, want ik heb je zaligheid op het oog en jij hebt je vlees op het oog. Dat zonder de wil, mijn hemelse vaders, geen haar van mijn oog vallen kan. Ja, ook, kom maar, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat moet. Alle dingen moeten medewerken te goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, al het kwade en al het goede dat ze hier in dit leven wedervaren, dat moet alles, ja, je staat het nadrukkelijk. En het is op grond van Gods woord dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Al is de wind nog zo tegen, al is de weg nog zo tegen, het moet alles medewerken en dienen tot hun zaligheid. En waarom? En dan komt onze tweede gedachte. Niet waar? Een heilige verzekering. Waarom hij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dus door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert in het hart.
zij door de prediking des woords, zij door het lezen van een oude schrijver, of het zij doordat de Heer rechtstreeks in de ziel komt af te halen, is het waar? Maar hij gaat zijn kerk van het eeuwige leven verzekeren. Door den Heilige Geest. Dat zijn geen smoesjes, dat zijn heilige gronden. Dat zijn heilige vastigheden, omdat de Heilige Geest het werkt. Kijk gemeente, ik heb vanmorgen gezegd, deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dan gaat de Heilige Geest gaat in de ziel van het eeuwige leven verzekeren. En luister nou eens goed. Dan kun je misschien jaren in twijfel over. En jaren als een baren der zee gelopen hebben. En misschien ik weet niet hoeveel keren onder de verklaring van zondag 1 gezeten hebbende. En dat je zei, ach, nee, ik sta er buiten en ik heb dat niet en ik ken dat niet. Enzovoort. En op een gegeven moment komt de Heilige Geest in je afdalen en die gaat je van het eeuwige leven. Zeker. Ja. Zo zelfs dat David zingt in Psalm 30. Ik sprak, door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. Kom, laten we het zingen, gemeente. Psalm 30. Ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mijn berg, o Heer, zo vastgezet. Als afgevaren er rampen nu verdwenen waren. Vijfde vers. En dan het zesde erachteraan. Maar toen u slechts een ogenblik verbergde toch mij vrees en schrik. Ik smeekte en zei het, o grote God, wat wenst is er uit mijn bloed te halen, nemen er is ander bloed. Waartoe zou ik ten grave dalen? 5 en 6 van Psalm 30.
En zo hebben we het stuk dan van het eeuwige leven met elkander bezongen. Dat hij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven, dus niet zichzelf leven. Ach, en dat gebeurt zo vaak. Dat gebeurt zo vaak. En hem van harte willig en bereid maakt. God maakt een ziel bereid en willig om hem te dienen. Het volk zal zeer gewillig zijn op de dag van zijn herkracht. Gemeente, misschien om de hemel u van het eeuwige leven verzekerde, dat misschien dit uw deel geworden is. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mij een vervel, heren. Ik dacht dat er nooit geen aardigheid meer komen zou. Echt waar niet. Ik dacht, dat gaat zo rechtstreeks naar de hemel. Ik wist niet dat recht andersom ging. Want toen geslechts een ogenblik verbergt de trap mijn vrees en schrik. En heb je daarom nou het eeuwige leven niet meer? Geef daar nou eens een antwoord op. In uw ziel. En heb je nou daarom dat eeuwige leven niet meer? Misschien zit je er al jaren in. Dat kan. Dat kan. Dat kan. Dat je er misschien al jaren in zit. In de verbergingen des Heeren. Denk erom. Dat je er misschien al, ik weet niet hoeveel jaren in zit. Maar toen ge slechts een ogenblik verbergt de tracht mij vrees en schrik. En dat nou je leven menigmaal vrees en schrik geworden is. Omdat ge iets van dat eeuwige leven geproefd en gesmaakt hebt. En heb ge nou daarom het eeuwige leven niet? Nee, dit is juist een vrucht van het eeuwige leven. Want vele van Gods kinderen moeten dit ervaren. Dat als de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, dan gaat God zich een ogenblik verbergen. En dan treft je vrees. En dan treft je schrik. Maar genoeg hierover, gemeente. Want we moeten nog verder. Om des tijds willen. En dan wordt in het tweede stuk wordt ons gevraagd. In de tweede vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mogen. Kijk, gemeente. Nou gaat die vraag nu bij het raam komen. Ziet u dat het heel anders is als dat is in onze dagen maar draaien en verdraaien? Nee. Nou gaat u werkelijk vragen. Ja, je hebt daar zo'n kostelijke belijdenis neergelegd. Het is geen kleine zaak. We weten allen, die waren misschien dat ik dat nog even toe wil lichten voor anderen. Maar we weten allen dat de catechismus opgesteld is door Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus, beiden nog geen 30 jaar oud. En daar was Frederik, de keurvorst van de Pals, was erbij. Ja, ja, waar hebben we nog zulke overheden? Die was daar de getuige bij. Dus en dan gingen ze, samen zitten ze, gingen ze daar zitten. Hendrik de keurvorst van de Pals als de getuige. Zo gingen ze aan elkaar vragen. Nu zegt hij, het is inderdaad goed. Het is heerlijk. Hè, dat je zo'n kostelijke belijdenis neergelegd heeft dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomenlijk betaalt. Ik ben het volkomen met je eens, mijn broeder. Ik ben het echt volkomen met je eens. En dat ik uit alle geweld in heerschappij des duivel verlost heeft, mijn broeder. Ik ben het volkomen met je eens. Het er een tegen een ander gezegd. En dat een heilige geestje voort van het hemelse leven verzekert. En je willig, van harte willig en bereid. Maar ik ben het volkomen, volkomen met je eens. Want ik ben er ook geen vreemdeling aan. Maar niet. Wacht nou even, wacht nou even. En we stellen dit op voor ons nageslacht. Het is niet voor onszelf. We stellen dit op voor ons nageslacht. Kom, kom, dan ga ik je toch een beetje corrigeren. Dat ben ik toch verplicht. Kijk, hoeveel stukken zijn u nou nodig te weten opdat gij in deze troost die je gesproken hebt? Hier zo. Want er staat niet hoeveel stukken zijn u nodig te weten nadat ge zaliglijk dat gij in deze troost leven en troost. Nee, deze troost. Dus die hier beleden is in antwoord en antwoord 1. Deze troost gaat het over, zegt hij.
Dus zegt hij, nou, zul je me toch niet kwalijk nemen dat ik je nou toch echt een beetje corrigeer. Dat ik toch echt een beetje naar separeren ga. Want uiteindelijk, die zielen van ons nageslacht, die zit er aan verwannen. Dus, we moeten, ik moet toch ook weten, hoe ben je daar nou toch eigenlijk aangekomen? Aan zulke ontzaggelijke belijdenis. Aan zulke ontzaggelijke troost, wat niet uit te drukken is in woorden. Dat is een stuk. Ach, gemeente, kan er maar over staan. Kom, kom, zegt hij, nou gaan we verder. Hoeveel stukken zijn u nou nodig te weten? Dus dan moet, dat is ook een heilige wetenschap. Maar daarom is onze derde gedachte, is een heilige grootheid. Dus dit. Nou komt hij in de heilige grootheid, maar dat is ook een wetenschap, hoe wij eraan komen. Want dat dit een ontzaggelijke heilige wetenschap is, dat dit mijn enige troost is. Maar nou de grootheid, hoe ben je daar nou aangekomen? Aan deze heilige wetenschap. Nou zegt hij, drie stukken heb ik daarvoor leren kennen. Drie stukken zijn daarvoor nodig. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Klaar. Dat is het eerste wat ik geleerd heb. Dus de geest overtuigde me van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En ellende betekent ballen. Dat betekent uitlandig. Dus de geest des Heren heeft mij overtuigd van mijn zonde, welke de oorzaak is van mijn ellende. En ellende betekent dat ik een balling ben. Maar dat betekent het grondwoord van ellende, betekent balling. Dus balling vervreemd van je vaderland. Weggebannen, niet waar? Dus voor de paradijs heeft de Heer een vlammend zwaard neergezet. Adam en Eva met zijn nageslacht zijn voor eeuwig uitgebannen. Nou zegt hij, en nou heb ik, dat heb ik leren kennen. Dat is nodig, die drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Kijk, dat is een heilige grootheid, gemeente. Dat is geen onheilige grootheid, dat is een heilige grootheid. Als de Heer je mag leren hoe groot dat je zonden en je ellende zijn. Dat de Heer jezelf door zijn geest je mag overtuigen hoe groot dat ze wel zijn. Maar ze zijn niet uit te meten en niet uit te diepen hoe groot dat ze zijn. Want we maken de schuld nog dagelijks meerder. Dat zal straks in een andere catechismus verder komen. Kijk, en daarom het tweede stuk ten andere. Hoe ik van alle mijn zonden en ellende verlost word. Dus ik ben niet in mijn zonde en in mijn ellende blijven zitten. Ik heb wel eens gezongen, ik dacht in mijn verdriet te smoren. Ik mag van geen vertroosting horen. Maar nochtans, zei de Heer, ondanks dat ik in mijn verdriet dacht te smoren, heeft hij me toch uiteindelijk dat tweede stuk ook geleerd. Hoe ik van alle mijn zonden en ellende verlost word. Dus daar moet ik van verlost worden. En daar heeft hij zelf aangegeven hoe dat gebeurd is. Verlost van die ellendige zonde. En verlost van die escapij van de hel en van de duivel. En dan ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, nou deze drie stukken leggen in vraag 1 verankerd. Want de troost is, wat is uw enige troost? Dus ik heb verdriet gehad, hoe groot mijn zonden en mijn ellende zijn. En is de troost in mijn zonden en ellende is geworden dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. En ten andere hoe ik van alle mijn zonden en ellende verlost worden en mij uit alle geweld en escapij des duivels verlost heeft. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn en in voortaan te leven van harte willig en bereid maken. Gemeente, die dankbaarheid, die ligt niet zoals het valse christendom het nou verklaart. Want die denken dat de dankbaarheid ligt in grote liederen zingen, remonstrantse liederen van ik dank en ik loof u en dansen en springen en noem maar op. En allerlei vlaggen erbij en een tramalant en noem maar op. Dat is geen dankbaarheid. Dat is geen dankbaarheid. De dankbaarheid ligt ook weer in antwoord 1 verklaard.
en hem voortaan te leven. Nou, wij dankbaarheid, want je bent nou het eigendom van Christus. En die heeft nou alles voor je betaald en die heeft nou alles voor je volbracht. En wat vraagt hij nou hem voortaan te leven, van harte willig en bereid, maar dat is de dankbaarheid. Dat je nou je leven stelt in de dienst des Heeren. Dat is de dankbaarheid. O gemeente, laat je niet beduvelen door het neo-christendom. Van jubelen, loven en prijzen even wat in de wereld dansen. Dat is de grootste bedrog wat er ooit geopenbaard kan worden. Nee, de dankbaarheid is je leven in zijn dienst stellen. En dan heb ik kinderen Gods gekend, gemeente, die wenend door het leven zijn gegaan en zo teer in de wegen des Heeren wandelden, dat ik er wel eens met een heilige jaloezie heb op nagekeken. Daar dacht, ach, waar blijf ik nou met mijn vastigheid? Want ik zit meestal zit ik ernaast en die zielen altijd wenende in hun gemis. En dat die zo nauw aan de Heeren kleven en de weg des Heeren wandelen. Maar hij dankbaarheid. O gemeente jongens en meisjes, ik wil het je nog eens klaar en duidelijk vertellen, want dezelfde dingen nu te zeggen is mij niet verdrietig. En ik doe nooit. Laat je nooit wijs maken dat de dankbaarheid alleen zit in het grote halleluja liederen zingen. Maar je leven stellen en de dienen zeren. En wanneer je waarachtiglijk van kennis krijgt aan de vraag en het antwoord van zondag 1. Daar heb je geen mensje te dwingen, want je gaat vrijwillig de dienst der wereld verlaten. En je gaat de dienst der wereld vrijwillig, ga je die opzeggen. Ja, gemeente, dan gaan we met een eed gaan bezweren om nooit meer te zondigen. Oh, dat het aan de andere kant weer anders wordt, is weer anders. Maar denk erom, zielen, wanneer dat moment in je leven komt, om dan de dankbaarheid aan de hemel te betonen, dan zwoer je Heer en ik zal nooit meer zonder. En nou kun je wel begrijpen hoe de hel daar later af terugkomt, en dan later wordt die enkel om zonde in de weg van heilig maken. Wordt die enkel om zonde. Maar hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, en dat is die ontzettende, ontzaglijke grootheid die hierin verklaard ligt. O Heere, hier in mijn leven, dat stel ik in uw dienst. Wat u nou met me doen wilt, moet u maar weten. En dan zijn we zelf geen baas meer. Maar dan is hij de regeerder, dan is hij ons hoofd. Dat is die heilige grootheid die ook in deze drie stukken verklaard liggen. En ten derde, hoe ik gode voor zulke verlossing. Want waarom? Daar heeft de Heer dus het liefste wat hij had, een wolkolom en een vuurkolom in de nacht. Dus dat de Heer zelf dat deed, de Heer zelf dat ogen opbouwt. Dus als die brug helemaal opgetrokken is, gemeente, gaat de Heer zelf mee. Gaat de Heer zelf leiding geven in je leven. Oh, dan wordt het leven anders geleid als dat wij ons voorgesteld hebben. Echt, wat wordt weer anders geleid. De Heer ging, we lezen nadrukkelijk niet waar we hebben gezien. De Heer ging Israël omleiden, expres. Expres omleiden. Zo doet de Heer nog. Gode, voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Want hij zegt, ik zal ze omleiden, dat ze niet zullen wederkeren in Egypte. Niet meer terug naar de wereld. En daarom, gemeente, daar zijn ze te duur voor gekocht. Daar zijn ze te duur voor gekocht. En ten derde, hoe ik gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Luister eens, gemeente. Heb ik straks gezegd, van een wenend volk in de weg der dankbaarheid. Gemeente, we kunnen op twee allerlei wijzen kunnen we onze dankbaarheid kenbaar maken. We kunnen dat doen door te zeggen, oh, wat ben ik toch dankbaar dat u dat gedaan hebt. Want als u dat niet gedaan had, waar had er dan van terecht gekomen? We kunnen het ook wenen doen. We kunnen iemand wenend bedanken. Denk er aan hoor. Wenend bedanken. Voor hetgeen wat gedaan is. Ik neem de natuur als beeld. Zo zijn er vele kinderen gods. Die de Heere wenend dankbaar zijn. Dat is uit de wereld uitgehaald. En dan zullen ze dan van hun kant mee verloren moeten gaan.
dan willen ze toch nooit de wereld weer in. Daarom, omdat Christus bloed hij zo duur betaald heeft. En daarom wil ik, gemeente, deze dienst besluiten. En die heilige grootheid, zie ook nog die zonde en je ellende te leren kennen. Zie er nog van verlast te worden, dan zul je ook inderdaad, zul je je leven stellen in de dienst des Heeren. Niet meer op de brede weg, maar op de smalle weg die te leven leidt. Amen. Wij danken u, Heere onze God, voor uw vaderlijke zorgen, welke u weer zo rijkelijk over ons hebt willen uitstrekken, doordat we zondag heen weer mochten verklaren dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat ook alle ding tot mijn zalige dienen moet. Gelukkig is het volk, Heere, die daaronder mag vallen, al zitten ze dan vaak voor de eigen in de ongeluk. Wil het zegen toepassen en heiligen aan de harten. Wil verzoenen en vergeven alles wat ons aangekleefd heeft in het spreken en in het horen. Wil u genadiglijk, Heere, weer gedenken aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, weduwen en wezen, zieken, Heere, die ook aan die vreselijke ziekte kanker lijden, want het is een volksziekte geworden. Ach, gedenk nog aan en in gena om uw goedheid, Heere, te geven. En indien het uw volk is, Heer, hebt u beloofd in Psalm 41 dat u ze zou ondersteunen op het ziekbed. Gedenk zo, Heere, als we deze plaats zullen verlaten, beveilig en bewaar ons op en over de wegen, bovenal voor de zonde. Wil ook een iegelijk en een ieder weer gedenken en de week die ervoor ligt, wanneer een iegelijk zijn ambt en zijn beroep weer moet vervullen. Ach, dat het alles nog mag gaan tot ere van uw naam en tot zaligheid van onze arme, onsterfelijke zielen. Hoor en verhoor ons om dien heerlijke Zoon, uw eeuwige liefdeswil. Amen. Psalm 32, vers 6. Zij onze slot zijn. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Het zijn maar vier regels, maar er zit alles in. Verheugd in God naar het baarten nooit te danken. Zingt vrolijk, roem zijn deugden talen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Zesde vers van Psalm 32. Zeden in vrede ontvangende de zegen des Heeren. De Heere zegene u
en hij behoedt u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.